Ja, maar een, zoals je ziet, een ketel. En niet zomaar een ketel, het is een vrij grote ketel. Het is een Keltische ketel. Hij komt uit de oudste Romeinse nederzetting hier in Nijmegen. Op het Valkhof en hier aangrenzend Sint-Jozefhof. Hij komt in de kelder en hij is gebruikt waarschijnlijk bij grote feesten. Er werd dan 180 liter wijn ingestort. En dan kon je met z'n allen uitscheppen met zo'n kielix of een kanteros en dan was het dik feest. Galliërs gebruikten dit soort ketels daarvoor. Komen we in heel Frankrijk Gallië tegen. Je kan ook denken, misschien is het wel een kookpot. Kan ook. Dan heb je wel een heel groot gezin. He, want ja, als je hier curry in maakt, 180 liter curry, dan heb je wel heel veel eters. Dus het is niet voor dagelijks gebruik. Dat weten we zeker. De ketel is een, ja, zeg maar een getuige van een zeer historische periode in de geschiedenis van Nijmegen. De Bataafse opstand. Bataven komen tegen de Romeinen in opstand. En deze ketel is daar een overblijfsel van. Want hij is gevonden in een huis wat afgebrand is tijdens die opstand. In het jaar 70 na Christus. De archeologen van de gemeente Nijmegen hebben de Hertogstraat in het centrum opgegraven. De Hertogstraat loopt over de restanten van Oppidum Bataforum. De nederzetting die door de Romeinen is gebouwd. Ook op de Jozefhof is opgegraven en ook in andere straten. En bij die opgravingen is de grote bronzen ketel gevonden. Op het terrein zijn veel sporen van een grote brand gevonden. Verbrande kelders en een laag met verbrande vondsten en veel houtskool. Dit zijn de getuigen van de opstand van de Bataven die in 70 na Christus de nederzetting in de brand hebben gestoken.